We zijn heel blij dat de gemeente Hardenberg in de begroting ruimte heeft gemaakt om de Boshoek te revitaliseren. Door te kijken van wat moet er op de Boshoek gebeuren. Als HSC Hardenberg hebben we behoefte aan extra accommodatie om te kunnen trainen en te voetballen. Dus we zijn er heel blij mee. En die extra accommodatie voor de voetbalclub komt er zeker. HHC Hardenberg krijgt er 1 sportveld bij en 1 van de grasvelden wordt kunstgras. En die uitbreiding is hard nodig. Nou, we hebben ruim 1900 leden en daar zijn 1250 spelende leden bij. Die willen voetballen, die willen trainen. Maar je ziet dan dat de trainingscapaciteit voor de velden nog net te laag is om iedereen voldoende te laten trainen. En om dat te optimaliseren is een extra veld nodig. Maar waar dat extra veld komt is nog onduidelijk. De gemeente bekijkt op dit moment verschillende alternatieven. Waaronder eventuele verplaatsing van een van de andere clubs die in het sportpark zijn gevestigd. Er wordt met de hockey gepraat over eventueel verplaatsing. Er wordt bij de manege gekeken naar eventueel verplaatsing. En er is ook al met ons gesproken van wat zouden jullie willen. Nou, wij willen graag natuurlijk een veld wat gewoon echt aangesloten ligt bij onze huidige velden. Zodat de kleedkamers en dergelijke gewoon goed gebruikt kunnen worden. De hockeyclub wilde niet reageren, maar zegt dat de club niet onwelwillend tegenover een verhuizing staat. De realisatie van het sportveld laat nog wel even op zich wachten. Wij hopen natuurlijk dat rond de zomer in 2019 de werkzaamheden voor ons voor het extra veld kunnen worden aangepakt. Zodat we in het nieuwe seizoen over de volledige accommodatie de beschikking hebben.